We gaan maar door met de Manchester United carrière mode. Positie 1, 8 wedstrijden, 18 punten na 8 wedstrijden zelfs. En dat is heel mooi natuurlijk. Want we hebben geloof ik nog geen enkele wedstrijd verloren. Alleen 3 gelijk gespeeld, wat wel ietsjes beter kon. We gaan proberen veel wedstrijden te winnen vandaag. Op de kalender staan geloof ik een aantal lastige wedstrijden. Gaan we eventjes meteen checken. Want we spelen tegen Southampton, nummer 2 van de competitie. Dat is een uitwedstrijd. Tegen Beşiktaş is makkelijk. En tegen Fulham thuis is ook wel makkelijk. Volgende maand hebben we dan een aantal lastigere wedstrijden. Alleen Tottenham is iets lastiger. De gepromoveerde Aston Villa moet wel lukken. Een redelijke aflevering. Het zou moeten lukken allemaal eigenlijk als we dit zo zien. Hopelijk heb je zin in de aflevering. Doe je een blauw op en abonneer op het kanaal Timo. En laten we snel beginnen met deze aflevering. Voordat ik ga beginnen ga ik eerst eventjes onze scouts weer wegsturen. Want die waren weer klaar met hun zoektocht. Laten we ze naar een paar grappige landen kan ik het niet noemen. Maar onbekende landen sturen. Bijvoorbeeld naar, weet ik veel, Zuid-Afrika of Cameroen. Ik stuur ze naar Zuid-Afrika 9 maanden. Ik zul er eentje stuur ik gewoon naar Nederland toe. Een andere stuur naar Amerika toe. Dat ga ik doen. Vind ik een leuk idee. En dan heb ik een aantal verschillende soorten spelers. Kijk, dat is allemaal hartstikke mooi om te zien, jongens. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. We zullen zien wat voor spelers we gaan terugkrijgen daarvoor. 3 scoutnetwerken zijn we opgezet. Kost ons lekker wat geld, maar goed, dat hebben we ervoor over. Want daardoor krijgen we uiteindelijk wel jeugdspelers die misschien over een paar seizoenen wel in onze basis spelen. Dat weten we natuurlijk nooit. En dat is wel belangrijk dat we het jeugdprogramma serieus aan blijven pakken. En ik wist dat ik dat nog moest doen. Nou ja, we hebben weer problemen, want Skriniar is geblesseerd. Weer een verdediger geblesseerd. We hebben echt veel last van blessures. Alleen zien wij wel dat Partey terug is van zijn blessure. En die kan weer op rechts achter gaan spelen. Dat is dan wel een voordeel dat we hebben natuurlijk. Dat we die Partey ook daar kunnen gebruiken. Maar nu weet ik wel dat de afgelopen paar weken dingetje het heel goed doet op rechtsback Diego Dalot. Dus dat is irritant dat we hem dan waarschijnlijk niet meer daar willen gebruiken omdat Partey terug is. Dat is wel een probleem. Maar hier, als we dit zo zien, dan zien we eigenlijk dat we echt wel een nieuwe centerback nodig hebben. Want we hebben er 4 die echt goed zijn en die 3 van de 4 zijn geblesseerd. Dus ja, dat is wel een klein probleem. Nou, Frenkie de Jong die we graag willen trainen is ook geblesseerd. Dat is ook een centerback. Oh, die is Interland. Oh, die kunnen we op centerback zetten. Natuurlijk, oh ja. Die zetten we voor nu wel op centerback dan. Maar dan moeten we wel even een trainen, speler zoeken voor in de training. Partey is bijna een rating omhoog te pakken. Even snel Partey, joh. Maakt allemaal niet uit. We moeten gewoon een speler trainen. Ik denk dat de training als een speler straks van de blessure is, dat ik de training wel ga aanpassen. Want die Braga, Willems en Visser trainen, het heeft wel ergens zin. Maar ik heb het idee dat voor mijn selectie ik beter... Ja, ik twijfel altijd tussen. Maar ik denk toch... Oh nee, weer een speler geblesseerd. Nu geen verdediger, hè? Oh, Valencia, 4 dagen. Niet heel erg. Maar ik denk toch, als ik het zo bedenk, dat je toch beter je basisspelers nog beter kan maken... Dan dat je, slechte spelers probeert even goed te maken van de basis. Als je snapt wat ik bedoel. Want de basis moet steeds beter worden. Ik denk dat we dat inderdaad dan beter kunnen doen. We krijgen altijd heel vreemd al die aanboden voor die Thijs en Visser. Terwijl ik dat helemaal niet wil. Nu Southampton. Die staan op plek 6 zonder plek 2. Maar nog altijd. Dit moeten we gewoon kunnen winnen. Zelfs met Frenkie de Jong op centerback. Want dat kan die in het echt natuurlijk ook. Oh, wacht even. We hebben trouwens Varane is wel terug. Van zijn blessure. Of Rana was op Interland. Die was helemaal niet geblesseerd. Oh, ja, dat verklaart veel. Sorry jongens, dat hebben jullie waarschijnlijk ook gewoon gezien. En jullie waren allemaal aan het facepalmen. Want jullie dachten, oh Timo, hij is niet geblesseerd jongen. Jullie waren al boos aan het worden. Ik zie het gewoon voor me. Maar goed, weet je, dit is onze opstelling. Zo gaan we spelen. En zo gaan we hopelijk winnen tegen Southampton. Wat hopelijk gewoon ook wel een easy wedstrijd kan gaan zijn. Nou ja, uit Southampton. Je moet niet te voorbarig zijn, maar nog altijd. Ik heb er wel vertrouwen in. Ze verloren tegen Aston Villa. Wonnen wel tegen Watford en tegen Cambridge United. In de beker was dat waarschijnlijk. En wij hebben natuurlijk een veel betere basis. De opstelling van Southampton. Zie je wel een aantal gevaarlijke spelers. Zoals die Ben Yedder. Ja, daar ben je toch voor oppassen. Gabbiadini was dan speler van de maand geworden in de competitie. Dus dat is ook een speler waar we voor moeten oppassen. Maar we zijn goed in vorm. Dus zouden we dit soort wedstrijden uit gewoon kunnen winnen. En mogen we in ieder geval niet verliezen. Dat is het belangrijkste. 0-0. Nog altijd. Kunnen we een late voorsprong pakken? Ja, Marcus Rashford. Houden we die voorsprong vast? Ja, die houden we vast. Een 1-0 overwinning in een moeilijke wedstrijd. Daar mag ik blij mee zijn. Dan kunnen we nu even, nog altijd die koppositie sowieso vasthouden. En doorgaan naar de Champions League. Nou, natuurlijk, hierover heb ik mezelf al uitgesproken. Die Champions League, die neem ik niet echt meer heel serieus. Want, waarom? Nou, we zijn sowieso al eerste. Ik zweer het. Ik denk gewoon dat we niet eens is ons moeite moeten doen voor de Champions League. Omdat we met 100% zekerheid, dat is ook wel overdreven, eerste gaan worden. Maar kijk, deze pool, ik ga geen enkele wedstrijd in de pool spelen, jongens. Sorry voor mensen die graag wedstrijden willen zien, maar deze pool vind ik gewoon zo'n onzin. We hebben zo'n makkelijke pool, dan hoef ik niet eens wedstrijden in te spelen. Ja, uit Beşiktaş, dat is de enige wedstrijd waarvan ik echt zeg, die mogen verliezen. Uit Beşiktaş is lastig, dat zeg ik heel eerlijk.
Voor de rest moeten we gewoon alles winnen. Ja, het is gewoon zo, jongens. Kom op, zeg. Laten we even heel eerlijk zijn. Diego de los stallen, blijft back volgende wedstrijd uit tegen Besiktas. Spelen we uit gelijk tegen Besiktas, vind ik dat hartstikke prima. Dan moeten we nog thuis tegen Monaco, thuis tegen Besiktas en uit tegen Celtic. Ja, of thuis tegen Celtic. Dat weet ik even niet. Hebben we alles uitgespeeld? Dat kan helemaal niet. Nee, maar we hebben thuis Monaco gehad en uit Celtic. En uit Celtic hebben we gewonnen, dus moeten we thuis Celtic, thuis Besiktas en... nee, klopt weer niet. Dit klopt weer niet. En uit Monaco. Ik denk dat het zo was. Uit Monaco. Ja, dat klopt dat wel. Ja, Monaco is onze enige grote concurrent. Maar goed, deze hopen we wel te winnen. Anders worden we tweede in de pool. Dus moeten we toch nog wel die punten vandaag pakken. Maar ja, Besiktas, Zappacosta, Karius, Vida, Pepe. Dit is geen goed team. Dit moet ik makkelijk winnen. Sorry hoor, er zijn wel een aantal prima spelers. Pepe bijvoorbeeld, Vida, hoge potentie. Maar nog altijd. Kom op zeg. We zijn toch vele malen beter dan dit Besiktas. 1-1 staat het in Monaco. Dat zou de ideale uitslag zijn voor ons als dat daar zo blijft. Nog 20 minuten om de voorsprong vast te houden. En Larin die spits uit de MLS maakt de 1-1. En ondertussen staat Monaco met 2-1 voor. En spelen we gelijk uit tegen Besiktas. Wat nogmaals niet erg is. Hè? Dat hebben we al gezegd. Deze wedstrijd is de enige die we zouden mogen verliezen. Waar we punten zouden mogen kwijtraken. En dat gebeurt dan ook. 2 punten raken we dan kwijt. Monaco loopt daar dan 2 punten op ons uit. Maar ja, we moeten nog Monaco 1 keer zelf ontmoeten. En als we die wedstrijd winnen, ja, dan zijn we sowieso eerste. En moeten we nog Celtic ontmoeten. En Monaco moet nog uit tegen Besiktas. En uit tegen Celtic. Dus op zich, we hebben nog genoeg momenten waarop wij zelf kunnen zeggen van yo. Dan kunnen we nog wel over Monaco in. En daar hebben we nog alle volste vertrouwen in. We gaan even kijken. Er moet een andere spits in komen te staan in de volgende wedstrijd. Dan gaan wij voor Marcus Rashford in de spits. Dat kan die ook wel gewoon. Oh, een foutje. Dat kan die ook wel gewoon. Anders ga ik even voor Martial. Maar ik denk dat Rashford kan dit sowieso toch. Ja, zie je wel. Kan gewoon spits staan. Dan doen we dat ook gewoon. Nou, thuis tegen Fulham. Dat moet een makkelijke overwinning zijn, jongens. Het gat met Newcastle moeten we steeds groter blijven maken. En City en Everton. Dat we echt gewoon eerste, tweede blijven staan, weet je wel. Dat het gewoon heel duidelijk zijn dat wij hier kampioen worden. Want natuurlijk, dat is ook de bedoeling van de competitie. We moeten alles winnen. We moeten de FA Cup, de Premier League en de Champions League winnen. We kwamen wel op achterstand, maar de basisspeler Rashford van deze wedstrijd scoorde al 2 keer. En hij solliciteert hiermee naar een basisplaats. Als hij nog een doelpuntje kan maken en een hat-trick maakt, dan moet ik hem eigenlijk wel de volgende wedstrijd ook in de basis zetten. 2-1 voor de 2 doelpunten van Rashford. Kan hij dat even vasthouden? Kunnen wij dat vasthouden? Kunnen we 3-1 maken? 3-1 zou mooi zijn, toch? Kom op jongens, eentje prikken. Precies, Lukaku. 3-1, prima uitslag. Nou, dat is toch mooi hoor, want even kijken naar die afstand die we al hebben gemaakt. Kijk eens aan jongens, dat is echt al best wel veel. Kijk, en dan zie ik ook, dadelijk zullen we dan zien, tot we dan gewoon echt aan een gat hebben geslagen. Braga is 58. Ja, ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden eigenlijk. Dat vind ik, ja, super. Ja, dat brengt me niet zoveel. Dat zal ik heel leuk zeggen. Zet even in de comments een tip voor mij. Moet ik echt spelers trainen die toekomstig in de basis kunnen staan? Of moet ik basisspelers wel veel beter gaan trainen? Zodat ik dadelijk allemaal 2, 93 rete spelers in mijn club heb zitten. Ik weet het niet. Zet het in de comments. Help me daarmee. Want ik zou het oprecht momenteel eventjes niet weten. Kijk even de afstand jongens met nummer 4 op dit moment al. 5 punten na 10 wedstrijden. In het echt is er natuurlijk nog veel meer. Maar ik vind het best wel goed als je dat nu al op career mode zo hebt gedaan zeg maar. Rashford ga ik in de basis houden in de volgende wedstrijd. Die gaat samenspelen met Griezmann. En Lukaku gaat op de bank zitten. Hopelijk is die combinatie nog beter. En kan Rashford ook in de volgende wedstrijd in de basis tegen Watford zich zetten bewijzen. Martial natuurlijk onze belangrijkste speler eigenlijk tot nu toe. Maar ja, als Rashford het ook goed kan doen, dan mag hij natuurlijk ook in de basis spelen. Blessure tijdens training. Matic kan de komende 7 dagen niet spelen. Dat is jammer, want dan kunnen we hem niet gebruiken uit tegen Watford. En dan staat hij dus op de bank en dan moeten we hem daar sowieso van afhalen. Nou ja, dat is niet een enorm groot probleem. Weer een blessure. Dan kan Fred op de bank zitten. Of Koke. Koke heb ik ook nog altijd hier staan. Maar ik denk dat ik... Ja, ik haal... ik doe het zo. Ik hou het toch zo. Ja, want Matic is ook meer een verdedigende middenvelder. Fred niet per se, maar Koke is nog aanvaller dan Fred. Dus dan kan ik het beter zo doen. Uit Watford. Onze 11e wedstrijd. 10 wedstrijden, 24 punten. Pas 6 punten verspeeld in de aflevering van vandaag. Nog 0 punten in de competitie verspeeld. En we staan hierop meteen met 1-0 voor. Hopelijk werkt dit duo Griezmann-Rashford enorm goed. En blijven we ook die doelpunten maken. De opstelling van Watford ziet er enorm raar uit. Ik herken veel spelers natuurlijk wel eigenlijk. Maar het zijn niet spelers waar wij tegen zouden mogen of moeten verliezen. Rashford en Griezmann, het ideale duo voor hem misschien dan toch wel. 2-0 voor uit tegen Watford, dat is een mooi resultaat. En dat kunnen we ook bewaren. En we maken inderdaad 2-0. En daarmee hebben we weer 3 punten.
punten gepakt. Heerlijk om dat te zien. Burnley wint tegen Liverpool. Dus daar hebben we weer een groter gat mee geslagen. Dat is ook interessant natuurlijk. En nu komt een belangrijke wedstrijd. Thuis tegen Beşiktaş. Winnen we dit, dan zijn we geloof ik bijna 100% zeker door in de Champions League. Dan moeten we alleen nog maar strijden om plek nummer 1. Nou ja, en we mogen er in principe toch wel van uitgaan tot we dit winnen. Laten we heel eerlijk zijn. Beşiktaş thuis, dat is niet een wedstrijd waar we tegen zouden mogen of moeten verliezen. En onze spelers zijn nog goed en formatisch terug voor zijn blessure. Kan wat de bank aan zitten. Jongens, kom op zeg. Ik ga hem niet spelen hoor, want dit is zo fucking bullshit. Als ik dit toch zou verliezen. En anders trouwens, al een schorsing, maar die zit al heel lang op de bank. Dat hoeft helemaal niet, die gaat naar de basis. Dit is een makkelijke 3-4-5-0 overwinning. Laten we dat even doen. Laten we voor vertrouwen een dikke, dikke uitslag neerzetten. En hopen dat Monaco een puntje verliest. Hopen dat Monaco of twee puntjes verliest. En gelijk speelt tegen Celtic. Dan zouden we helemaal tevreden zijn. Eerste minuut 1-0 voor. Dit is wat ik verwacht. Marcus Rashford die drie keer achter elkaar scoort. En daarom in de basis speelt. Want natuurlijk, hij heeft een hoge potentie. En hij is gewoon echt een kid van de club. Hij is al best hoog gerateerd. Griezmann met de 2-0 trouwens, mooi om te zien. Staat er altijd 0-0 bij Celtic tegen Monaco. Dat is ook mooi om dat mee te krijgen. Hopelijk blijft het daar zo. Wordt 2-1 bij ons op het veld. Dat maakt niet heel veel uit. Rashford 3-1. Dat is afgelopen bij ons. En ik geloof dat het gelijk is geworden bij Celtic tegen Monaco. Want ik geloof dat ze gelijk spelen met ons. Tenminste, in het echt is dat wel zo. Het zou vreemd zijn als dat op carrière wat anders zou zijn. Want ja, nou, het kan trouwens wel. Want twee ploegen spelen om 6:55. En de rest spelen allemaal om 9 uur. Het zou kunnen dat ze nog moeten spelen of dat ze op een andere tijdstip hebben gespeeld. We gaan bekijken of wij eerste of tweede staan. Ik denk dat ze op een andere tijdstip hebben gespeeld. En daardoor staan wij inderdaad tweede, want Celtic heeft gewonnen, verloren uit, of thuis verloren. En Monaco heeft uit gewonnen, dat wilde ik zeggen. Maar goed, de ontmoeting tegen Monaco, dat zal alles beslissende gaan worden. Eerst nog thuis tegen Celtic en die wedstrijd uit tegen Monaco, dat duurt nog wel even. Die komt pas in een volgende aflevering aan bod. Eerst hebben we hier nog een wedstrijd tegen Aston Villa staan. Ja jongens, dat is me toch ook weer een wedstrijd die we waarschijnlijk gewoon met alle gemak van de wereld in principe zouden moeten winnen. Voordat we die wedstrijd ingaan, hebben we nog een aantal nieuwe spelers die misschien bij onze selectie komen. Lucas Gibbs, enorm hoge potentie. Die gaan we sowieso bij onze club halen. En voor de rest hebben we hier nog een Larry Bliska, ook interessant. En Colin James. Drie goede spelers van die scout, daar ben ik heel blij mee. Patrick Smits, weer een goede jongens. We hebben echt goede scouts. We hebben echt lekkere scouts. Alleen maar 94 spelers neem ik aan. Ja, deze zou ik hem aannemen, maar hij is pas 15. Ik doe het gewoon. Ik geef hem een kansje. Anders kan ik hem zo al weghalen bij het jeugdteam natuurlijk. En uit Zuid-Afrika hebben we ook één speler die we willen halen. Maar dan moeten we een aantal spelers uit het jeugdteam halen. En dan halen we gewoon de slechtste eruit. 84 rated. Bam, laten we gaan. En dat was het. Zo'n beetje wel eigenlijk wat het slechtste was. Nou, ik vind het prima zo. Dus kunnen we naar het jeugdteam toe gaan. En dan hebben we in ieder geval één Zuid-Afrikaan. En daarbij zal waarschijnlijk... Nee, deze is heel goed die nu komt. Oh nee, die is niet zo goed. Ik had hem hoger verwacht. Want hij is al best hoog gerateerd. Maar goed, hij wordt niet zo goed. Ook hier mijn speler gehaald erbij. Varane. Oh, maat. 8 weken voor Varane. En, maar Matthijs de Ligt is precies op hetzelfde moment weer terug. Nou, oké. Fijn. Ja, dan kunnen we Matthijs de Ligt gewoon op de plek van Varane zetten voor nu. Moet dan maar. En dan moeten we hopen dat het zo blijft. Speler terug van blessure, nog een speler terug. Dat is fijn, hopelijk nog een verdediger. Kan dat? We hebben natuurlijk Bailly ook nog. We hebben Skriniar. Misschien is Skriniar ook nog eens terug. Dat zou helemaal ideaal zijn. Dan kunnen we nog gaan kiezen wie we willen. Ja, Skriniar is ook terug. Maar we gaan voor de licht, denk ik nu. Want Skriniar heeft heel weinig conditie. En ik wil hem niet overbelasten in de aankomende wedstrijd. Dus we spelen met dit team in de wedstrijd tegen Aston Villa. Wat toch wel een matige tegenstander is die we gewoon moeten winnen natuurlijk. Laten we eens kijken jongens. Thuis tegen Aston Villa. We kunnen het gat met Chelsea weer op 3 punten houden. En voor de rest kunnen we het gat met Newcastle en de rest gewoon nog veel groter gaan maken. En dat is echt ons doel gewoon. Om dat gat echt enorm te maken. Het duo Rashford en Griezmann, dat werkt goed voorin. Dus dat hou ik ook gewoon lekker. Dat maakt mij helemaal niet uit. En Mbappé scoort ook eens een doelpunt. Die scoort echt niet vaak. Ja, mooi. Maakt 1-0 in deze wedstrijd. Hopelijk kan hij meer gaan scoren in de aankomende wedstrijden. Party met de 2-0. We gaan hier overheen. Wegen gewoon. Ik voel een 4-0 aankomen. En het gaat ook gebeuren. Let maar op. Let maar op jongens. Er komt de 3-0. Erik Bailly. Dan komt nog een 4-0 aan in de laatste 10 minuten. Zo gaat het meestal in de wedstrijd. Skriniar pak rood. Ah jongens. Wel 4-0 inderdaad door Griezmann. Maar die rode kaarten zijn toch wel weer een smetje op de wedstrijd. Dat is jammer dat dat gebeurt. En ik snap ook niet waarom het gebeurt. Toch? Het slaat nergens. Nou, we winnen wel. Dat is het mooie. En daar gaat het natuurlijk vooral om. Kijk, het gat. Het wordt steeds groter. 8 punten al op Newcastle. We blijven daarmee doorgaan. Weer een prima aflevering gehad. Ik geloof dat we letterlijk niks hebben verloren in de competitie. Kan dat kloppen? Eerbied is bij de club.
En dat we gewoon weer een goede zet hebben gezet door naar het kampioenschap. Want dat is natuurlijk gewoon ons grootste doel. En hier zijn mijn Koke die twee weken niet kan spelen met een blessure op de training. Nou ja, maakt niet heel erg veel uit. We hebben geloof ik niks verloren. Laat ik even snel checken. Hier, we hebben gewonnen tegen Aston Villa. Gewonnen tegen Newcastle in de competitie dan hebben we het nu over. Gewonnen tegen Fulham. En gewonnen tegen Southampton. Ja, gelijk tegen Beşiktaş en gewonnen tegen Beşiktaş hier. Prima gespeeld. In de volgende aflevering gaan we tegen Celtic spelen en tegen Tottenham. Dan wordt het moeilijk, want er komt ook tegen Arsenal en Monaco de wedstrijden. En dan wordt het echt lastig. Ook Leicester staat hoog op de ranglijst. Volgende aflevering wordt pas echt moeilijk. Vandaag was een rustige, makkelijkere aflevering. Hopelijk vond je een leuke aflevering. Heb je een belang, heb je mogen gedaan. Abonneer op het kanaal Timo en Zika in een van mijn volgende video's weer terug. En dan zeg ik, later.